Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Yo mensen, welkom terug op M4HD. Vandaag gaan we het erover hebben dat we de 60 abonnees hebben behaald. Dat is voor sommige mensen niet echt 63, maar we blijven even bij een even getal. En dat noemen we gewoon even 60. Oh, want 63 is een oneven getal. Bij een tiental, blijven even. Oké. Het is ook wel waar hoor, dat 63 een oneven getal is. Maar goed, we wouden even iedereen bedanken voor op dat rode knopje te drukken. Waar met witte letters in is gegraveerd. Abonneren. Ja, dat wel. Weet je, de hele tijd wanneer je praat, vergeet ik wat ik wil zeggen. Helemaal top. Het is geen jij niet meer. We willen jullie bedanken inderdaad voor die 63 A60 abonnees. En we hopen dat het de komende jaren flink omhoog gaat. Weken, maanden, zoals ik net zei. En het valt er eigenlijk nog op te zeggen. Dat we hartstikke dankbaar zijn dat jullie onze video's gewoon leuk genoeg vinden om op dat abonneerknop te hebben gedrukt. Ja. En dat jullie gewoon meer willen zien. Dat is iets wat we vroeger nooit hebben gedacht. Nee. We zijn vroeger, ik heb vroeger met Emre een YouTube kanaal begonnen. Avalanche227 hadden we die genoemd. Dat zou een Engels kanaal moeten zijn geweest. Dat was het ook wel. Ging alleen niet zo goed. Iets met 1 abonnee of zo. Zelfs dat niet eens. Gewoon 0 abonnees of zoiets. Maar toen later hadden we nog een paar andere namen bedacht. Tenminste, Emre had die bedacht. Dus hadden we de naam veranderd. Maar uiteindelijk kwamen we bij de naam Pain4HD. Tenminste, nogmaals, Emre heeft die bedacht. Hij is zo'n beetje de naambedenker. Maar toen hadden we dus veranderd naar Pain4HD. En was de planning om alleen maar challenges te doen. Maar na een paar challenges bleek het een beetje te duur te zijn. En te tegen te vallen, met hoe ik bekeken heb. Maar dat viel nog wel mee. Maar vooral, we hadden gewoon niet genoeg geld om het te doen. Kijk, dus een stuk te creëren voor rond de 400.000 abonnees. Die kunnen eigenlijk bijna alles schrikken omdat ze met heel veel sponsors eigenlijk te maken hebben. En mensen die ze willen helpen met de video's. Ja, en dat hebben wij niet echt. Nou, misschien over een paar jaar. Wow, dat mag je hopen. Maar goed, dat wouden wij vertellen. Heb jij nog iets op te vertellen? Je bent een klein stukje vergeten. Want de dag dat ik erbij kwam, als het ware, toen vroeg Dennis aan mij van, joh, zou je de manager willen worden? Want die hadden we nodig. Die hadden hun nodig, als het ware. Deels. En toen zei ik, ja hoor, dat vind ik goed. Wat voor een kanaal is het? En toen zei ik van, ja, we doen dit en dit. Dat vond ik goed. En toen kwamen we met z'n tweeën of met z'n drieën op het idee van, ja inderdaad, van het wordt te duur met al die challenges. Dus laten we ook gewoon games gaan spelen. Tussendoor wat challenges gaan doen als we bijvoorbeeld wat geld hebben. Ja, en ik had wel al een klein beetje ervaring met editen. Of editen. Met game video's maken. Editen, dat zat er nog helemaal niet in. Hij werd echt gewoon helemaal niet geëdit of zo. Ja, misschien een beetje kopiëren en plakken en dat soort dingen. Zoals tekstjes erbij voegen met Windows Movie Maker. Ja, je bent toch een stuk professioneler met Adobe. Ja, ik edit nu met Adobe Premiere voor de mensen die dat afdragen. Zo zullen het wel niet veel zijn. Ik wil zelf op weg naar Adobe After Effects en Blender werken, dat zijn toch veel geadverseerde in effects. Ja. En ik zou heel graag effects en zo willen doen. En ik wil jullie heel graag awesome short movies voor jullie maken. Als het lukt. We hebben er al 2, alleen. Omdat ze... 2. Maar die zijn niet echt goed. Maar ze zijn wel goed. Alleen... Wacht nou, laat me nou even uitpraten, ja? Zijn wij uitpraten? Zijn ingekomen dan? Bij de mensen. Wat? Niet goed geïmpen. Ze vonden ze niet goed. Wie vonden ze niet goed? De mensen die deze film kregen. Ja, ze vonden wel goed, hè. Ik ben al een live, bro. Hoeveel likes? Nee. Dat bedoel ik.
Nou, en het is een live, dat verwacht je ook niet snel. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik zou dus liever short movies willen maken met echt gewoon coole effects en zo. Nou, met effects in ieder geval. Zaten in die andere niet echt effects in. Het was meer acteerwerk en aan elkaar plakken en zo. Echt een goede camera, man. Oké, maar wat wil jij zeggen? En Dennis en ik, en Emmeren natuurlijk, waren echt helemaal een beetje over de top. Doordat wij nog niet zo heel veel abonnees hadden. Volgens mij waren wij toen ergens rond de 30, 40 abonnees. Dat wij zagen dat er één video van Dennis, wel meer, dat die gewoon meer dan 3000 keer bekeken was. Ja, dat is de dat unboxing video. Van de... Blijkbaar vinden jullie die heel erg leuk. En ik wil mijn best doen om er meer van te maken. Maar het kost geld. Maar zoals we het al over de challenges hadden, die kosten duur. Daar is hetzelfde met pakketjes openmaken. Het pakketje openmaken zelf is niet zo duur. Want mensen hebben thuis liggen voor hem. Maar het pakketje zelf kopen, dat kan duur zijn. Ja, ik kan wel van die 1 euro dingetjes kopen en uit een box pakken. Maar tenzij jullie dat graag willen. Dan moet je even in de comments zetten. Ja, dan moet je even in de comments zetten dan. Maar ik denk dat het veel leuker is om echt iets cools en groots te zien in plaats van een 1 euro dingetje. Ja, zoals smartwatches, telefoons. Playstations, Xboxes, inderdaad, speakers, racesturen, microfoons, toetsenborden, muizen. De volgende unboxing, dat zal hoogstwaarschijnlijk een Asus monitor zijn. Ik ben nog niet zeker, want de vorige monitor die ik wou kopen, die is flink gestegen in geld. Ik ga niet noemen welk monitor, is onnodig. En waarschijnlijk daarna komen ook nog een paar computeronderdelen video's. Voor mij kan er ook waarschijnlijk een paar unboxings aan. Dan denk ik 2, ik weet niet welke. Nou, ik weet wel welke, maar of het wordt 1, dat wordt een smartwatch. En de tweede wordt waarschijnlijk en de andere misschien een camera. Ja, en dat was het wel. Ja, meer hebben we niet echt te vertellen. Dat is zo'n beetje wel de hele update video en thank you video. Zo zou ik het maar even noemen. Ik denk dat het zo ook wel in de titel zal verschijnen. Net als coole nieuwe achtergrond. Ja, we hebben ook een greenscreen nu. Dat zal niet heel vaak gebruikt worden, want... Hij is groot. Ook, maar de ruimte waar ik in game met... mijn vrienden. Met mijn vrienden, daar is wel groot. Daar zitten we nu in. Ah, helemaal hard. Maar in mijn woonkamer is niet echt een handige plek voor. Want het is maar met 2 knijpertjes te bevestigen. Ja. Gelukkig heb ik er 4. Want hij heeft 2 greenscreens. Maar als jullie net een schok in de video zagen, dan komt dat omdat ik op mijn been sloeg en mijn been schoot naar voren. Dat is helemaal menselijk. Nee, je krijgt nou, je hebt gelijk. Ja. Oeh. Maar dat was de video. Probeer maar. Gewoon slaan met je knie. Gaat je voet naar voren. Auw. Maar dat was de video. Ik hoop dat jullie er genoten van hebben. Like deze video als jullie deze video leuk vonden. Of duimpje omlaag als jullie het niet vonden. Ja, dat kan. Liever niet, maar goed. Als jullie iets willen weten of gewoon iets willen zeggen, schrijf het in de comments down below. En als jullie up-to-date willen blijven, zoals een heleboel dat jullie dat wel willen, klik op de abonneerknopje beneden in de video. En dan zien we jullie in de volgende video. Later. Peace. Kap er nou eens mee.